kasten van huizen in de buitenwijken van de zakenstad Seattle. Die villa's worden gekocht door bazen in de technologiesector, vertelt makelaar Anna. We've had recent sales there of 35 million, 37 million, 28 million. So it's quite a prestigious address. En dat adres is Evergreen Point Road. Aan geen enkele andere straat ter wereld wonen zoveel miljardairs. Een van de bewoners is Jeff Bezos, baas van Amazon met een vermogen van 130 miljard, de rijkste man op aarde. Een paar honderd meter verderop woont Bill Gates van Microsoft, die maar 96 miljard op de bank heeft. De CEO's hebben hun huizen verstopt tussen een hoop groen. Dus als je een glimp ervan wil zien, moet je het water op. En dat doen we dan ook. This home belongs to Bill and Melinda Gates. It's right on Lake Washington. It's on what we call the Gold Coast here. We've seen a spectacular appreciation over the last 10 years. You know, with Amazon, with some of the game companies. Hier het huis van Bezos. Niet alleen hij, iedereen in de techsector verdient veel. Alle woningen in de regio zijn daardoor duurder geworden, tot woede van gewone mensen. Amazon geeft nu geld voor de bouw van betaalbare woningen. Linkse politici zijn niet onder de indruk. Laat Amazon eerst maar eens zijn belastingen betalen. Amazon made $10 billion in profit last year. You know how much they paid in taxes? You got it, zero. Zo zijn de villa's van de rijken nu een politiek onderwerp. De extreme inkomensverschillen liggen meer onder vuur dan ooit, ook in de verkiezingen. Democraten beloven dat de allerrijksten meer belasting zullen betalen. En met dat geld willen zij meer betaalbare woningen bouwen. Mocht jij nou ook buurman willen worden van Bezos en Gates, dat kan. Dit is een van de goedkopere woningen in die buurt. It's in a fabulous location. It's right in the very best section of Medina. Voor 6 miljoen woon jij ook in deze rijkste straat op aarde. Erik Mout aan RTL Nieuws, Evergreen Point Road in de staat Washington.